Nou, wat ik veel zie is dat bedrijven of één marketeer in dienst hebben. En dat is dan een heel allround marketeer. Of helemaal geen marketeer in dienst hebben. En ze doen het zelf, maar eigenlijk willen ze het liever niet zelf doen. Want ze willen gewoon met hun vak bezig zijn. Maar ze hebben wel die onrust van ik moet eigenlijk iets aan marketing doen, maar ik weet niet precies wat. Dus ja, wat je eigenlijk wil is dat je gewoon met één stuk marketing eigenlijk al je klanten aantrekt. Dus je hoeft helemaal niet heel veel marketing te doen, maar als je gewoon één stuk marketing hebt wat heel goed is en wat heel een hoge conversie heeft, dan kan je daar al je klanten mee binnenhalen. En een video is natuurlijk gewoon het meest directe middel online. Want mensen leren je kennen, ze gaan je waarderen om je expertise. Dus ja, je hoeft helemaal niet veel marketing te doen of meer en meer. En je hoeft ook niet te gaan podcasten of heel veel artikelen schrijven. Of je kan helemaal verdrinken eigenlijk in alle opties die je hebt. Terwijl als je gewoon één middel heel goed toepast, dan kan dat gewoon vandaag voor je werken, maar ook morgen en overmorgen. Nou, wat ik ook veel zie bij bedrijven is dat ze een manier van marketing doen die heel erg, ja, ik noem het de spijkerbroeken marketing. In die zin dat het gericht is op volume. Dus ze willen heel veel mensen bereiken. Bijvoorbeeld met een commercial. Maar ja, volgens mij wil niemand in deze tijd commercials zien. Tenminste, ja, daarom is volgens mij Netflix ook zo populair. Dat mensen gewoon reclamevrij series kunnen kijken of films kunnen kijken. En daarom denk ik ook dat het niet slim is om een commercial-achtige video te maken. Die gericht is op promotie, maar dat je veel beter iets anders kunt doen. En dat, daar ga je gewoon een veel hogere conversie mee bereiken. En dat is precies waar ik mijn klanten bij help. En het is fantastisch wat voor resultaten ze daarmee bereiken. En het is nog leuker als ze natuurlijk zeggen van ik heb gesprekken in mijn agenda gekregen. En dat werkt dus ook als je zelf vrij bent. Dus ja, dat kan gewoon. Zo'n video draait natuurlijk 24/7. Je kan er zelfs nog een advertentie van maken. Dan ga je natuurlijk helemaal heel gericht in de tijdlijnen van bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook verschijnen. Maar het kan ook heel goed organisch werken. Ja, wat ook belangrijk is dat je gewoon consequent bent natuurlijk in je marketing. En dat je door blijft gaan. En het hoeft helemaal niet te betekenen dat je elke week een nieuwe video moet maken. Helemaal niet. Ik heb klanten met wie we in één dag een hele reeks met video's hebben opgenomen. En die video's blijven we maar hergebruiken. En natuurlijk komen er ook weer nieuwe testimonials bij die we dan opnemen. Bijvoorbeeld tijdens een klantendag of tijdens een event. Maar je kan het hergebruiken. En dat is natuurlijk heel waardevol, want het wordt elke keer meer waard, zo'n video. En mijn beste tip is denk ik, laat je heel goed begeleiden en zorg dat je accountable, dat je accountability hebt. Dus iemand die je erbij helpt en die ook zorgt dat je het echt gaat doen binnen je bedrijf. Ja.